trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou. Ben trots op jou. Drie woorden die vertellen dat ik van je hou. Zoveel van jou. Dag Mark, mijn televisie, dat is zo'n kind natuurlijk, hè? Ja, dat is ons kindje, ja, dat klopt. En dat wordt groot, dat is al een stukje in het lager geëvolueerd. En het haalt de eindtermen. Ja, u gaat regelmatig hier over die grens gaan kijken. En u brengt er dan grote artiesten naar hier, zoals die man naast u. Ja, Wesley doet het ontzettend goed in Nederland. En we wisten dat hij naar Vlaanderen wil komen en we gaan hem daar volle bak in steunen. Is dat een première voor hem nu? Ja. Hier, bij u? Ja, bij ons is het een première. Ik weet niet wat hij nog gedaan heeft in Vlaanderen, maar bij ons inderdaad de eerste keer. We draaien zijn clip wel al. Ja. Het clipje van het nummer draaien we, een paar clips hoor, maar vooral die trots op jou is nu volop een uitzending. Ja. Stond je net op het podium, Wesley, in dat grote Plopsa Theater? Een groot podium hier in Plopsa. Hoe viel dat mee, in Vlaanderen hier op zo'n podium staan? Ja, viel het mee. Het was geweldig. Ik moet je eerlijk zeggen, dat het moment als je dan het instrumentale gedeelte hebt van het liedje en iedereen gaat met zijn hand omhoog, wil wel wat zeggen natuurlijk. Dus dat vind ik alleen maar hartstikke leuk. En nogmaals, ik vind het fantastisch dat ik hier mag zijn überhaupt en dat ik dan dat gevoel kan overbrengen in dat liedje wat de mensen hopelijk heel mooi vinden. En hier in de zaal vonden de mensen het allemaal volgens mij geweldig. Ja, dus die moeten dat kennen, hè? Van ergens toch? Ja. Ja, dat klopt ook wat u zegt. Dus we doen ons best. En ik moet je zeggen dat ik privé al graag in België kom. Ik woon in Amsterdam, maar ik rijd graag deze kant op. Om naar Gent of naar Brugge of naar Brussel of naar Antwerpen. Ik vind het allemaal leuke steden. Ik hou van het Bourgondisch, ik hou van de gezelligheid. Ik hou van het lekkere eten. Niet te zien, hè, overigens. De Pilsjars komen nog, hè? Het ska, de Pilsjars, dat is het. Ja, nee, maar dat geeft helemaal niet. Maar in ieder geval het gevoel van het trots zijn, trots op jou en het liedje wat ik heb gemaakt. Ja, om dat hier bij jullie te promoten, vind ik erg leuk om te doen. En met alle liefde. En ik hoop dat alle Nederlandstalige muziekfans in jullie mooie landje dat ook zo vinden. Ja, Nederlands ben je al een grote naam. Ik zie je staan naast André Hazes junior daar in die arena al in Amsterdam. Niet iedereen staat daar zomaar. Ja, ja, ja. Waarom ja. Heb je dat te danken aan je stem, aan de nummers? Ja, nou ja, weet je, ik heb met de familie Hazes wel een geschiedenis. En heb hem altijd een warm hart toegedragen. Ik heb ooit twee nummers opgenomen van een oude André. En die werden omarmd door het gezin. En ik vind dat Dreetje het natuurlijk onwijs goed doet. Met al zijn dingen en met elkaar is het ook altijd gezellig. Lieve jongen, leuk, gezellig gozer. Iemand van het volk. En dat ben ik ook. Ik bedoel, doe maar gewoon, zijn we gek genoeg. En ik vind het nogmaals heel leuk om hier te zijn. Om ook in die beginfase te staan van een liedje te promoten in Vlaanderen. Waar... Hij is hier ook zo begonnen, hè? De kleine André. Hij is hier ook zo begonnen, met Leven. En het is nu een mega hit geworden, ook bij jullie. Ja, komt ook voor jou. Ja, nou ja, weet je, wij hebben in Nederland natuurlijk echt het afgelopen jaar, 21 maart kwam mijn single uit, Trots op jou. En dat is dus in een jaar tijd is dat zo oneens enorm hard gegaan. Dat we dat natuurlijk op een of andere manier zo te gek vinden en ook wel een beetje onwerkelijk. Maar dan is het natuurlijk ook heel erg leuk om dat vlakbij je eigen landje, bij de zuidenburen, bij onze gezellige mensen te gaan promoten. En ik hoop dat het hier net zo'n grote hit wordt als in Nederland. Je hebt een heel warme, zachte stem. Komt dat uit de familie of zo? Zijn er voorbeelden in je familie? Ja, dat zie je goed. Ook dat voel je goed aan. En mijn opa was een tenor. Die zong in een koor. En een KLM-koor. Was van vroeger altijd nog. Ging wel eens naartoe met mijn oma. En die zong altijd mooie aria's.
En daarna is mijn vader ook altijd enorm met muziek. Ik kom uit een heel muzikaal nest. Weet je, op zondagochtend Charles Aznavour, Celine Dion, Elton John. Altijd mooie muziek. En dat hebben mijn vader en moeder mij wel meegegeven. Want nog steeds draai ik. Ik ben groot fan van Elton John, Celine Dion. Maar ook Charles Aznavour. En al mooie vocalisten. Ik hou van die muziek. Dus dat geeft mij wel datgene mee in wat ik aan het maken ben en waar we mee bezig zijn. Met Trots op jou is een liedje wat ik dan zelf heb geschreven. Dat gebeurt, dat is gewoon een magisch moment. En dat hoeven we ook niet heel erg bij stil te staan, want het maakt niet zoveel uit wie het schrijft of wie het doet. Alleen het gaat er meer om wie het uitvoert en het gaat meer om de mensen die het mooi vinden. Als dat ik, als wat dan ook. Dus en ik hoop nogmaals dat jullie allemaal, al die lieve mensen, het ook mooi vinden.